Hij staat ook klaar, de Kamado, met opzetstuk voor de spit. Want we gaan wat op spit maken. Wat gaan we doen? Ik heb al wat hak klaar staan. Ik heb hier broodjes. We gaan namelijk een heerlijke bierenkwauw maken. Jawel, bierenkwauw aan het spit. En dan gaan we even in verschillende stappen, fases gaan we dat maken vandaag. Misschien dat ik er 2 dagen over doe. Moet ik even kijken hoe het loopt vandaag. Maar we beginnen even met de basis. Het gehakt. Dat gaan we even een beetje kruiden, even lekker maken. Dan gaan we hem strak oprollen als een worst. Dan gaat hij in de koelkast. Mag hij flink opstijven. Daarna wil ik hem eventjes op de Kamado na even. Op de Kamado wil ik hem roken. Tot een kern bij 60 graden denk ik. Even een klein toetsje rook meegeven. Dan wordt hij ook steviger. Daarna ga ik hem aan spit doen. Samen met lekkere stukken ui natuurlijk. Dan kan hij weer aan spit. Dan mag hij lekker garen. Dan gaan we ook direct boven de kooltjes hangen. Daarna gaan we lekker een broodje ervan maken. Pindasaus gaan we ook nog eventjes maken. Dus ik zeg, kijk lekker mee. Ik ga geen verhoudingen en alles noemen, dat komt wel. Kijk even hier onderin, of lager, onderin, braaitv.nl. Dan zet ik iets meer erbij, hoe en wat. Ik heb een kilo runder gehakt, daar begin ik mee. Ik heb wat, hoe heet dit? Nou, gewoon krokant, kruidig, gewoon paneermeel. Er zit een beetje smaakje aan, hak toevallig liggen. Die gooi je erbij. Zoals alles, speel een beetje met ingrediënten. Wordt het te nat, dan gooi je er wat neermiddel bij. Wordt het te droog, dan gooi je er een eitje extra bij. Komt allemaal niet zo nauw. Even kijken, sambal had ik klaargezet. Ga nou niet helemaal los met die sambal, want de pindasaus, daar gaan we ook nog wat sambal bij doen. Nootmuskaat. Even kijken, ik heb hier mijn speakbriefje gewoon liggen hoor, dus niet al te moeilijk. Even kijken, nootmuskaat. Doe een klein theelepeltje. Geef toch even net een lekkere smaakje aan het gehakt. Zo, knoflookpoeder, daar mag er flink wat van in. Je zou denken misschien nog wat uienpoeder, maar omdat we al zoveel ui door die berenklauw heen hebben, is dat helemaal niet nodig. En even kijken, wat hebben we nog meer? Ketchup, mayonaise. En neem inderdaad deze, die vind ik over het algemeen net even wat lekkerder dan de gewone supermarktversies. Twee flinke eetlepels, dus nog een beetje bij. Zo, dan is het kwestie van mengen. Zorg ervoor dat je gehakt goed koud is. Want met je handen maak je het al wat warmer door het kneden. En je moet natuurlijk wel een beetje hygiënisch werken. Dus niet dat als het, nou valt het deze zomer al mee, maar niet dat je met 35 graden buiten staat. En dat die gehakt ook nog eventjes een half uur buiten heeft gelegen. En jij daar lekker met je knuist in staat. Even een beetje schoonwerken. Goed koel houden, komt het allemaal goed. Even vlug een eitje er doorheen. Mag die wel hebben. Zo. En nog een keertje kneden. Dat is onze basis gehakt. Ik maak even wat extra ruimte. Want het is nu de bedoeling dat we een soort worst gaan maken. Niet een hele strakke worst, maar gewoon even oprollen als een worst. En hou een beetje rekening met de lengte van je spit. Je kan wel zo'n rol maken, maar als je zo'n spit hebt, dan schiet het ook niet op, hè? Hou er dus ook rekening mee dat je nu ongeveer bepaalt hoe dik jouw stukken gehakt worden op de spit. Probeer dat gelijkmatig te doen. En zometeen met het in elkaar rollen, dan kunnen we hem wat meer strakker maken. Ik vind hem zo goed. Want als ik naar mijn spit kijk, dan heb ik ongeveer dit. Nou, ik heb nu eigenlijk al zelfs te veel, want ik moet ook nog stukken uit ertussen snijden natuurlijk. Maar dat zien we dan wel. Zo. Ja, probeer dit zo strak mogelijk te doen. Zoals je ziet, je kan nu nog even mooi rollen. En dan mag dit de koelkast in, dan mag dit opstijven. En dan ga ik even kijken of ik dit vanavond nog even ga roken of dat we het morgen even doen. Dus voor jullie geld, als bij het volgende shot ik ineens een ander t-shirt aan heb, dan is het morgen. Ik ga deze in de koelkast leggen. En dan gaat het later hierop. Maar eerst gaat deze maar eens even opstijven. Doei doei! Hoi, daar zijn we weer. Het is toch een dagje later geworden. Ander shirt, zei ik toch.
Deze heeft even een nachtje in de koelkast mogen opstijven. Barbecue staat aan. Dus wat we gaan doen, deze even uitpakken om te beginnen. Ik heb de Kamado, die staat nu 110, 120 ongeveer. Ik mag nog een klein beetje doorstoken. Ik heb wat rookhout hebben klaar liggen. Ziet er uitstekend uit weer. Ik ga in ieder geval even thermometer gebruiken. Dit ziet er wel uit als een beetje dikke punt. Zo. Die ligt klaar. Deze staat al klaar. En zoals ik al zei, ik wil er wat rookhout mee gebruiken. Rookhout hoeft natuurlijk niet per se, maar ik vind het wel even grappig om te doen. Ik heb eikenhouten chunks. Ik denk dat dit genoeg is. Die gaat erop. Het is een flinke lul geworden. Hoppa. Dit nog even weg. Die mag met het rookhout even lekker gaan garen en roken. Ik ga tot 60. 65 graden zo'n beetje, wil ik hem even kerntemperatuur laten gaan. Ik gok, uurtje of twee moet hij toch echt wel klaar zijn, misschien zelfs eerder. Als we die 65 hebben gehaald, dan gaan we nog even aan het spit doen. We gaan op de directe manier lekker laten draaien. Doen we de uitjes doen we erbij. Dan gaan we ook even pindasausje maken. Maak er een heerlijk broodje van en dan wordt het spullen. Dus even wachten tot deze gaar is en dan zie ik jullie zo meteen weer terug. Doei doei! Ongeveer een uurtje, anderhalf uurtje heeft hij erop gelegen. Hij is schitterend tot temperatuur gekomen. Dus die gaan we eraf halen. Top 2. Dan is het nu tijd voor de satésaus. Die gaan we ook zelf maken. Ik kan natuurlijk ook gewoon in de keuken met een pannetje. Maar hij staat nu nog aan. Ik heb 3 tijd geval. Dus we doen het even hierop. Die mag even warm worden. Dan gaan we eerst even de basis maken. Is een soort bomboe pasta. Even een uitje in grove stukken. Knoflookje. De verhoudingen zal ik ook weer even op de website zetten. Fraaitv.nl vind je alles terug. En de exacte link staat ook altijd in de comments natuurlijk. Oh, vergeet ik even een heel leuk nieuwigheidje. Terwijl ik dit dus aan het doen was, zijn we over de 100 subscribers heen gegaan. Yay! Gefeliciteerd met mij en jullie, al mijn fans. Oeh! Dat er nog maar veel meer bij mogen komen natuurlijk. Dit is gewoon sambal oelek. Ja, kijk even zelf natuurlijk hoe heet je het wil maken. Een beetje pittigheid mag wel voor mij. Ja, ik heb hier nog een beetje pittige. Dit is wel heel erg custom sambal van Hel en sambal van Brouwerij Molen. Maar ik vind die een hele lekkere smaak hebben. Ga ik niet te veel van gebruiken. Meer dan genoeg. Trassi. Dat is heerlijk. Ja, ik probeer even. Ik denk aan een theelepeltje ongeveer. Zo kijk naar smaak natuurlijk. Mee. Denk wel, dit stinkt. Of nee, maar er zijn mensen die moeten ervan kop halen. Ik vind het wel meevallen. Kruimelt een beetje. En dat doen we er ook gewoon bij. Zo, op thee. Klein scheutje ketchup, gewoon even om het een beetje soepel te maken. Dus komt zo meteen de aardig natuurlijk. En een beetje water. Nou, dit moet genoeg zijn. Ik ga even mixen, dus het kan wat herrie zijn. Overigens, als je dit nou gaat doen,
eigenlijk. En dat is dan dus eigenlijk gewoon het meest geheime ingrediënt wat de hele pindasaus draagt. Dus als je dat niet kan kopen, ja, dan hoef je helemaal geen pindasaus te maken, want dan wordt het helemaal niks. Daar is die dan, onze basis voor de pindasaus. Het zal wel heet zijn, denk ik wel. Maak nou niet de fout door zo'n pannetje gewoon met je blote jas vast te grijpen. Gebruik natuurlijk even een handschoentje. Een beetje olie. Of niet al te veel olie, want ik heb een speciale pindakaas meegenomen van de supermarkt. En die is van 100% pinda's. Zit verder niks in, dus daar zit al aardig wat olie in. Wat nu de bedoeling is dat we die boemboe die gaan we aanfruiten. Ik weet niet of het een beetje te zien is. Kijk. Ja, dat is te zien. Schitterend. Ik ga de pindasaus erbij doen. Genoeg zijn. Het is aardig dikke pindakaas natuurlijk. Dus er mag wel wat water weer bij. Wat blijft het denk ik heerlijk. Ik wil er ook nog wat ketchup bij. Zoals je ziet, je moet even flink blijven roeren. Wat ik wel even kan doen. Maak even wat ruimte. En misschien dat er in de toekomst nog een andere tafel komt. Maar dit was even lekker makkelijk vlug. Dan sta ik niet de hele tijd met mijn rug naar jullie toe. Maar ik moet dat ook niet doen natuurlijk. Die mag weer een beetje indikken. Hier geldt natuurlijk weer speelt het met die hoeveelheid, zowel qua water als qua pindakaas. Je kan het dikker maken, je kan het dunner maken. Het is gewoon hoe jij het hebben wil natuurlijk. Nou, die mag even twee tellen aan de kook. Even een blokje geven. Ik kan natuurlijk een beetje met peper en zout kan je nog wat smaak sturen. Ja, sorry. Ik ben een limoentje vergeten, dus ik heb maar even limoensap bij de koelkast getrokken. Het is natuurlijk niet hoe het moet. Maar met een limoentje kan je ook even een beetje wat frisheid erin brengen. Net hoe je het allemaal hebben wil. Hoeft allemaal niet, maakt het alleen maar lekkerder. Nou, volgens mij is die aardig klaar nu. Dan zou je kijken. Heerlijk. Even proeven. Heerlijk, eigen satéetje. Ik ga even die broodjes die ga ik even in de oven doen. Dan wordt het tijd dat we zo meteen spit gaan doen. En daarna kunnen we lekker ons broodje opmaken. En dan zijn we klaar voor vandaag. Dus ik kom zo maar even terug. En dan gaan we het even allemaal fixen hier alweer. Tot zo! Broodjes liggen in de oven. Ik heb even wat uitjes gesneden. En dan kunnen we de spies gaan opbouwen. Nou, ik vind hem erg mooi geworden. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat smaken zometeen. Ja, en dan is de kwestie van plakken, uitsnijden en zometeen de gehaktstaaf, zeg maar,
mega grote gehaktbal om die ook in stukken te snijden. En dan gaan we een spies bouwen. Dat is het. Ik hou zelf wel van lekkere stukken ui erin. Dus kijk even zelf hoe je dat wilt doen. Qua dikte en hoe ver je wil gaan ermee natuurlijk. Ik heb ze nu ongeveer zo, dus ja, in 3 ongeveer. Deze wat groter zal wat in 4 worden, denk ik. Ja, is mooi. Hij heeft zelfs een rookring. Heel even spieken. Hoe ver we uit moeten gaan komen. Daar is die dan. Ahaha. Die draait. Ik ga even kijken hoe het met de broodjes in de oven is. Ik zal jullie zo meteen even meenemen over het randje heen. Dit ziet er nu al ontsmullen uit. Mag dicht. We hebben wat over. Dus dan is het toch wel even tijd. Een stukje te proeven. Hoe blij kan je worden van eigenlijk een gewone gehaktbal? Super! Nu al. Dan gaat nog de smaak van de ui een beetje bij. Pindasausje eroverheen. Ik ga de bol even opruimen. Ik ga de broodjes erbij halen. Neem ik jullie mee over de rand van de Kamado. Dan gaan we eens even kijken. Tot zo! Een paar keer gespiekt, maar daar heb ik zin in. Het ziet er echt zo super uit. Kijk nou, kijk eens. Oh, buitenkeuken staat blauw, maar ik zal deze even dicht doen, dat scheelt weer rook. Ik zie dat aardig wat rook in de camera is, maar oh jongens toch. Kijk nou. Dat is hem. Daar doe je het voor. Heerlijk broodje uit de oven. En dan gaan we even eerst wat mayonaise doen. Zo, op de onderste laag. Ik zal deze even naar voren schuiven. Daaroverheen natuurlijk de hele kindersaus. Wat gefrituurde uitjes. Je kan ook nog wat pindatjes erbij doen. Dat ook nog. Klein beetje lentui. Dat is wel genoeg doen, er hoeft niet nog een dot sla tussen. Het blijft tenslotte een snack. En dat is hem dan, als je hem dicht gaat krijgen. De mega berenklauw op een broodje. Even een klein stukje proeven. Dit is echt heerlijk. Kijk even op bruidtv.nl voor het recept. Vergeet natuurlijk niet te liken, te subscriben. Druk even op zo'n belletje, dan krijg je een melding als een nieuwe video is. Ga ik deze lekker opeten?
maak ik de volgende keer weer wat lekkers voor jullie. Dus doei doei!